Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag wil ik jullie een aantal dingen laten zien die ik een paar dagen geleden bij bol.com besteld heb. En ik wil jullie laten zien wat ik ermee doe. Allereerst zijn dit de producten die ik bij bol.com besteld heb. Hier heb ik fineliners, pigmentliner heet het, van het merk Staedtler. En het zijn 6 pennen met verschillende puntdiktes. Je hebt een 0,05 mm, een 0,1 mm, een 0,2 mm, een 0,3 mm, 0,5 mm en een 0,8 mm. Deze pennen waren 11 euro. Dan heb ik hier nog Stabilo markers. In de kleur, wat was de kleur ook weer? Pastel, in de pastelkleuren. Die waren 8 euro en dan heb je 6 stiftjes. En als allerlaatste heb ik hier nog de metallic markers van Staedtler. En die waren 69. Deze zit nog helemaal dicht, die heb ik nog niet gebruikt. De andere twee had ik al wel even geprobeerd in mijn bullet journal. Die is ook vrij nieuw. Deze komt van de Action. Die was 2 euro bij de Action. En daar maak ik allemaal lijstjes in en leuke dingen in. Het is tegenwoordig helemaal in om een bullet journal te hebben. En ik ben er ook aan begonnen. En ik wil jullie eventjes laten zien hoe deze stiften en pennen werken. En wat ik in mijn bullet journal allemaal maak en doe. Kijk gezellig verder. Allereerst is dit een bladzijde waarop ik al mijn pennen en stiften test voordat ik ze in een creatie ga gebruiken. Zodat ik zeker weet hoe de kleur uitpakt op het papier en of die niet doordrukt aan de achterkant. Dat heb ik met mijn Staedtler fineliners al gedaan en dat heb ik met mijn Stabilo pastelmarkers ook al gedaan. Maar zoals ik eerder al zei heb ik deze nog niet opengemaakt en getest. Die kwam namelijk een dag later binnen. Dus die zal ik nu gaan testen. En ik ga even kijken of dat lukt tijdens het filmen. En anders dan zet ik hem even op stop. Oké. Nou, hij is in ieder geval open nu. Nou, zoals je ziet zijn er dus 5 verschillende kleuren. En nou, gaan we eens even kijken hoe het eruit ziet als ik hem openmaak. Het heeft dus een dikke punt. En ik ga er gewoon maar een streepje mee trekken, denk ik. Gewoon zo. Ja. En dan ook maar een hokje ermee inkleuren. Meestal als je iets inkleurt, pakt het toch weer net iets anders uit dan wanneer je er een streepje mee zet. Nou, dat is de eerste. Gaan we eens even kijken wat het resultaat aan de achterkant is. Hij drukt niet door, dus dat is mooi. En dit gaan we dan met alle kleurtjes doen. Een streepje en een vierkant blokje. Zo kan je in één oogopslag zien hoe de kleur uitpakt en welke kleuren je hebt. En dat is wel erg prettig. En ik heb nu expres de laatste bladzijde gepakt, zodat je de rest van je boekje nog gewoon kan gebruiken voor je creaties. En dan kan je het ook in één keer, kan je de bladzijde gewoon vinden. En wanneer deze bladzijde vol is, pak ik gewoon weer een blad verder terug naar voren. En dan ga ik het daar doen.
Dus eigenlijk met alle pennen en stiften die je wil gaan gebruiken, is het handig om zo achterin even een bladzijde te maken. Ik ga hier nog bijschrijven welke stiften dit waren. Daarvoor gebruik ik even deze pen. In dit geval de 0.3. Dat staat ook gewoon op de dop geschreven. Je kan het niet goed zien door de verlichting. En dan schrijf ik dus op dat het de metallic markers van Staedtler zijn. Dus dat ga ik dan hier even opschrijven. Nee. Metallic markers Staedtler. Zo. Dat was dat. En dan zal ik jullie nog laten zien wat ik verder allemaal, als dit droog is trouwens. Niet dat ik hem zo meteen dichtklap en het op mijn andere blad zit. Nee, het is droog. Dit is dan dus de voorkant van het boekje. En als ik hem open doe, kom je hier. Hier wil ik nog een bladzijde gaan maken met mijn persoonlijke gegevens. Hier wil ik nog een index gaan maken. En hier heb ik dan al iets gemaakt. En dat is een bladzijde met de Netflix-series die ik volg. En dat is in dit geval is dat Lie to Me en Call the Midwife. Nou, de oranje zijn de eerste seizoenen, de roze tweede seizoen, blauw derde seizoen enzovoort. Dit is dan een vierde, vijfde seizoen. En hier kan ik dan nog een derde serie gaan noteren, als ik die binnenkort ga kijken. En ik heb inmiddels van Lie to Me en Call the Midwife alweer een aantal afleveringen gezien. Dus die kan alweer bijgewerkt worden. En daarvoor gebruik ik bij deze bladzijde de stiften ook van Staedtler. Die kan je ook bestellen op bol.com of gewoon kopen in boekenwinkeltjes. En ik heb van Lie to Me inmiddels alweer een aflevering gezien. Dus die kan ingekleurd worden. Zo. En van Call the Midwife heb ik dat ook. Dus die kan ook ingekleurd worden. Zo. En dan heb ik op de volgende bladzijde heb ik een aftellijst gemaakt. Waarop ik bijhoud wanneer mijn uitgerekende datum is. En dat is bij het hartje. Het hartjesvlaggetje is 21 maart en op 21 maart ben ik uitgerekend. Dus ja, we gaan zien hoe lang ze nog blijft zitten of dat ze eerder geboren wordt. Hier heb ik de weken opgeschreven en dit zijn de dagen. Ik zit nu in week 36 en het is vandaag donderdag, dus het duurt nog 27 dagen. En dat is de bedoeling, het is nu de bedoeling dat ik die dus ook ga inkleuren. En daarvoor wil ik deze gaan gebruiken. Gewoon om eventjes te testen. Dus even kijken, hoe ga ik dat doen? Gewoon zo, denk ik. Pak ik gewoon even de dunne kant van mijn stift. Zo.
Ja, hij is niet doorgedrukt, dat is mooi. En voor het andere vlaggetje pak ik weer een andere kleur. En dan wordt het één feestelijke bedoeling. Oké. Nou goed. Dat is gelukt. En zo ga je dan iedere dag een vlaggetje inkleuren totdat ze uiteindelijk geboren is. Dus ik ben benieuwd hoeveel vlaggetjes er ingekleurd gaan worden. Ik heb ook al iets bedacht voor wanneer ze langer blijft zitten dan de uitgerekende datum. Daarvoor heb ik vlaggetjes gemaakt met plus 1, 2 enzovoort. Dat houdt dus in dat het plus 1 dag of plus 2 dagen is. En nou ja, zulke lijsten kan je ook maken voor wanneer je op vakantie gaat en je weet de datum al. Dan kan je een aftellijst maken voor je vakantiedatum. Wanneer je jarig bent, voor kerst, voor oud en nieuw, noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken. En dan heb ik op de volgende bladzijde dit gemaakt. En dat is een lijst met naar welke musicals ik allemaal geweest ben. En die kan je dan dus hier zo, kan je dat zo lezen. Het zijn er in mijn geval op dit moment 10. En als er dan nog een musical bij komt, kan die hier weer bijgeschreven worden. Het jammere vind ik wel dat de pen die ik gebruikt heb om de rondjes in te kleuren wel een beetje doorgedrukt heeft. Ik weet niet of het zozeer aan de pen ligt of aan het feit dat ik de rondjes heb ingekleurd en dus misschien meerdere keren over dezelfde plek heen gegaan ben. Maar dat heb ik dus niet met de Staedtler pennen gedaan, maar met een normale Stabilo pen van de HEMA of zo. Maar goed, dat is nou eenmaal gebeurd. En misschien dat ik daar nog wel iets op kan bedenken om het aan deze kant, aan de achterkant, weer weg te werken. Washi tapeje eroverheen of zo. Nou, verder heb ik eigenlijk nog niks erin gedaan. Als jullie het leuk vinden, dan kan ik vaker een update doen. Een update video maken over wat ik toegevoegd heb. Wat ik weer nieuw gemaakt heb. Of wat ik weer gekocht heb speciaal voor in mijn bullet journal. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!